We laten ze hier niet op de grond slapen hoor. In de buurt. Hoe ligt die? Ja, lekker. Boksen jou hoor. Lekker man. Oké, later chef. Doei, fijne avond. Later. Natuurlijk ook de negatieve reacties weer aankomen jongens. Dus ik zal jullie even een kleine inleiding geven over deze gasten. Deze gasten liggen hier altijd voor mijn deur in de buurt. En ik heb hun al meerdere malen aangeboden of ik iets voor ze kan betekenen. Of ik ze geld moet geven voor een hotel of een opvang. Of ik ze kan helpen met van de drugs en de alcohol af te komen, zodat ze weer een leven kunnen opbouwen. Maar ja, dit is eigenlijk gewoon een beetje waar hun voor kiezen. Ze willen blijven gebruiken en ja, ze hebben dit leven een beetje geaccepteerd. Dus vandaar dat ik alleen dit soort kleine dingen doe. En de keren dat ik ze geld geef, dan zie ik ze een uur later helemaal bezopen rondlopen. Dus dat doe ik ook niet meer. Dus vandaar dat ik op deze manier met kleine dingetjes probeer te helpen. Nou, daar zitten we dan, gap. Ja. Op mijn oefenslippers? Goed. Tijgerslippers? Donnie met zijn badjas en zijn slippers. Dave, het is Dave. Dave. Dave met zijn badjas. Je vergeet steeds mijn naam, hè? Ja, komt het door het keilen, hè? Ja. En wanneer gaan we stoppen met drinken? Ja. Ja, dat weten we nog niet, hè? Ik heb sigaretten gebracht. Ja, daar ben je blij mee, hè? Eerlijk zeggen. Daar ben je blij mee, gabber. Ja. Nou, daar zitten we. Natuurlijk al. Natuurlijk ook de negatieve reactie. Hoe ligt die? We laten ze hier niet op de grond slapen hoor. In de buurt.